vandaag op de grote zorgbetoging in Amsterdam. Omdat wij eigenlijk vinden, de witte woede van Nederland, laat ons zeggen. En zij verzetten zich tegen de commercialisering. In de thuiszorg bijvoorbeeld. En die cijfers zijn toch hallucinant. Spreekt men van 50.000 ontslagen. 170.000 mensen die geen zorg meer zullen krijgen door de besparingen van de overheid. Het is niet alleen de thuiszorg, ook in de gehandicaptenzorg. De PAB-budgetten die wij ook bij ons kennen, worden teruggeschroefd in de geestelijke gezondheidszorg. Er worden verpleeghuizen gesloten. Dus wij zijn hier vooral om onze steun te betuigen aan deze strijd tegen de commercialisering. En dit is ook wat wij absoluut bij ons, alles wat koste wat het kost, moeten vermijden. Want je ziet tot wat de marktwerking leidt. Dat is heus geen theorie alleen. Hier zie je in de praktijk welke hallucinante toestanden daardoor bestaan.